Roel, welkom. Bedankt dat je even tijd wilt nemen voor Giants TV. Blij dat het seizoen start? Ja, toch wel. Het is een lange zomer geweest. We hebben heel veel veranderingen doorgevoerd, dus ik ben echt wel tevreden dat ik maandag kan beginnen met de jongens. En inderdaad, zoals je zegt, er zijn een hoop nieuwe spelers bijgekomen. Zou je ons eens heel eventjes snel doorheen de verschillende nieuwe namen kunnen halen en dan met name misschien even kort toelichten waarom je welke spelers geselecteerd hebt? Ja, eerst misschien globaal heb ik getracht om toch jongens te zoeken die complementair zijn. Ik heb ook getracht om in de mate van het mogelijke ook op karaktereigenschappen te selecteren, toch voor een stuk. Dat is natuurlijk het moeilijkste gedeelte. Maar als ik sportief de jongens wil belichten, dan denk ik, ik heb met Jason Clark iemand gehaald die Belgische ervaring heeft, wat voor mij toch wel belangrijk was, omdat ik wist dat we naar een jonge groep gingen gaan, met veel jonge spelers. Jason Clark die zal op één en op twee posities spelen. Ik denk dat de mensen die hem wat kennen weten dat zijn voornaamste kracht ligt in het creëren vanuit de 1-tegen-1 situatie. Enorm snel, atletisch. Daar heb ik getracht om een complementair iemand bij te zetten met meer shotkracht. Ik denk iets dat ik absoluut wou is iemand die uit de screens kan komen, kan shotten. Maar toch ook wel een hele goede vista heeft, die ook op de 1 en die 2 positie uit de voeten kan. Dat is Micah Mason, een rookie. Dus dat is natuurlijk iemand dat we tijd moeten geven. Ik denk dat we dat bij alle rookies moeten doen. Maar iemand waar ik toch ook heel wat van verwacht. Heel veel offensieve kwaliteiten. Dan op de 3 positie met het vertrek van Jean-Marc hebben we Smith, die blijft, de enige blijver Amerikaans. En dan hebben we Demetrius Conger erbij gehaald. Iemand die heel veelzijdig is. Iemand die op 2 positie kan, op 3 positie kan, maar ook op 4 kan spelen. Dus kan samen met Mike Smith, maar ook kan ook naar de 4 positie gaan. Allround, ik denk een hele goede atleet in de eerste plaats. Iemand die de basket ook kan aanvallen. Die ook kan shotten, die een beetje van alles kan. Ik denk iemand die niet uitblinkt in één domein, maar die veel zaken kan. En zo iemand wou ik er ook absoluut graag bij, ook een goede verdediger. Dan op 4 positie heb ik Ryan Anderson gehaald, ook een rookie. Ook iemand die we tijd moeten geven, maar iemand waar ik ook heel veel van verwacht. Ik heb bewust gezocht naar een ander type van 4 dan vorig jaar. Waarom? Omdat we vorig jaar eigenlijk een beetje te veel twee dezelfde types hadden, vond ik. En ik wou een 4 die ook met zijn rug naar de basket kan spelen. En ik denk dat Ryan dat perfect kan. Het is iemand die ook op de 5 positie uit de voeten kan. Dus hij zal geregeld op 4 en op 5 spelen. Heel allround, goede rebounder. Heeft dat half afstand shot, maar is niet die 3-punt shotter. Dus mensen die verwachten dat een 4-speler altijd moet shotten, dat is Ryan niet, maar dat is ook bewust zo gekozen. Dus hij heeft andere eigenschappen, sterk naar de basket, met zijn rug naar de goal. Iemand die echt wel heel wat zaken kan. En dan Gavin Ware, een echte center. Iemand die heel goed positie neemt. Die ook dat halve afstand shotje heeft, toch niet onbelangrijk. Zeker als je dan met een 4 gaat spelen, die ook geregeld gaat opposten. Iemand ja, waar ik ook veel van verwacht, zoals van alle jongens, denk ik. Heel fysiek sterk. En het is natuurlijk nu op het terrein dat het moet gebeuren. En dan hebben we volgens mij nog tot slot als nieuweling Christophe Béguin. Maar we begrepen dat hij toch een wat specialere rol zou krijgen. Kan je dat een klein beetje toelichten? Ja, Christophe heeft die ervaring. Hè. Ik denk, zoals ik al eerder gezegd heb, wij gaan heel jong zijn. Dat is een bewuste keuze. Dus ik had iemand nodig om op het terrein, maar ook naast het terrein, toch wel wat gewicht te geven. Ook Belgisch gewicht. Wij hebben heel wat getalenteerde Belgische spelers, waar ik heel sterk in geloof, waar ik ook heel graag mee speel. Maar wij hadden geen leiderschap Belgisch. Dat kan je ook niet verwachten van die jonge jongens. En ik had dat toch wel wat leiderschap nodig. Nu Christophe ja, zal inderdaad gebruikt worden als leider. Maar ik verwacht daar ook op het terrein toch heel wat goede zaken van nog. Diegenen die denken dat hij 2 keer 15 minuten gaat spelen in elke wedstrijd, denk ik dat niet meer aan de orde is. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij Christophe, als wij hem fit kunnen houden, dat is natuurlijk een belangrijk gegeven, dat wij daar nog heel wat nuttige dingen gaan van zien, ook op het terrein. Oké, en dan vorig seizoen en het seizoen ervoor, denk ik dat de supporters al hebben kunnen kennismaken met Jurie Schoepen, met Dorian Marchand. Welke nieuwe namen, of misschien nieuwe namen voor een aantal supporters van onze Belgische jeugd, mogen we verwachten dit seizoen?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk om daar een aantal uit te halen. Ik denk dat een aantal jongens ook vorig jaar, zoals een Ordan Kanda, zoals een Philippe Peters, zoals een Thibaut Vervoort, een Marius Mendanga, dat zijn de jongens die daar nu het dichtste bij staan. We hebben ook Robbie Rogiers gehaald bij Oostende, iemand waar ik ook heel hard in geloof. Ook iemand waarvan ik denk dat hij binnen een aantal jaren echt wel echt een volwaardige eerste klasse speler kan zijn. En ook in die optiek heb ik Christophe erbij gehaald, omdat ik denk dat hij... Dat er niemand beter is om die jongen te begeleiden dan Christophe. Ik denk als je inside iemand wil opleiden, ik heb daar natuurlijk, ik kan daar ook mee helpen, maar ik denk niemand kan dat zo goed als Christophe. En daar verwacht ik ook heel veel van. Dus ja, we hebben wel wat jongens die in aanmerking komen, maar het is op het terrein dat zij dat moeten verdienen. Ik ga daar zeker geen cadeaus geven natuurlijk, maar zoals denk ik iedereen nu ondertussen wel weet, speel ik graag met die jonge gasten, geef ik die jonge gasten kansen, maar ze moeten ze grijpen. Oké, en dan tot slot, ik denk een beetje een verplichte vraag. Wat zijn jouw ambities voor komend seizoen? Ja, mijn ambities is om eigenlijk zo hoog mogelijk te eindigen. Ik ben iemand die nooit daar een plaats op plakt. Eén, ik ken de eigen groep nog niet voldoende. Ik heb natuurlijk al die jongens uitvoerig gescout, maar op het terrein is dat nog altijd iets anders. Twee, ik ken de tegenstanders nog niet genoeg. Dus ik vind het... eigenlijk moeilijk om daar nu iets op te plakken, maar ik denk de mensen die mij kennen weten dat ik heel ambitieus ben. Ik heb ook de ambitie, en dat is de eerste ambitie die ik heb, om iets op te bouwen. Dus ik vraag een beetje tijd, maar ik vraag ook niet te veel tijd. Maar het is de bedoeling van met deze ploeg, of toch met het grootste gedeelte van die ploeg, op langere termijn iets op te bouwen. Om dan hopelijk voor de prijs te spelen. Oké, dankjewel voor je tijd. En laten we zeggen, we zien elkaar en Giants TV opnieuw op 28-8 voor de eerste oefenwedstrijd tegen Bonn.